Deze highlights worden u aangeboden door Takeaway.com en PlayStation. Officiële sponsors van de UEFA Champions League. Jesus Navas op de rechterkant tegenover de jonge Rote. En dan raakt het is de tweede keer dat hij kan besluiten. Nu van in de rechthoek. Maar eigenlijk exact hetzelfde resultaat. En nu wel. Maar het is Nianzou. Die kan knikken en Sevilla komt zo op voorsprong. Eerste echte spelervatting voor de bezoekers. Kijk naar de dolle vreugde bij de meegereisde Andalusiërs. Het is veel kouder dan in Sevilla. Maar ze hebben wel al vroeg iets om zich aan op te warmen. Tanguy Nianzou, ja, een Bayern-huurling die scoort tegen Borussia Dortmund. Dat zullen de Bayern-fans wel leuk vinden uiteraard, die van Dortmund. Alle 80.000 hier aanwezig, een pakje minder. Kopel bij zijn wederoptreden toch de netten niet proper kunnen houden. Het is een uitstekende vrije trap. Bono echt aan het werk zetten met de handschoenen, nog niet gelukt. Misschien kan Meunier dat de eerste keer doen. De voorzet van Meunier en dan gaat die bal binnen en is het Jude Bellingham, de onvermijdelijke Engelsman die de bordjes gelijk trekt. Bij de eerste kans is het raak. En een assist voor Thomas Meunier. Bellingham die zette die goal eigenlijk zelf op. Want hij speelde de bal naar de rechterkant, naar onze landgenoot. En dan in één tijd de overname op halve hoogte. Absoluut niet evident. Het begint daar op de linkerflank. Brand, Malen. En dan is Goedelje toch te traag. Dan zijn die ingrepen van hem altijd wat magertjes. Bellingham bewaart het overzicht. Meunier weet dat de Engelsman dan naar de stip loopt en dan met een gelukje. Rote. Geen geweldige indruk levert die voorlopig. Kan het wel meteen recht zetten. Balletje voor Brand. Handig aan de lucht in. Geen buitenspel. En dan een schot van Bellingham. Isco. Lamela, de vlag blijft beneden. Januzaj kiest positie. Daar gaat de bal naartoe. Adnan Januzaj. Oeh. Die belandt toch perfect voor zijn linker. Acuña brengt hem. Weer Nianzou. En dan Lamela. Die moet scoren, maar die botst op Kobel. Wat een misser van Erik Lamela. Ze zijn hem daar compleet vergeten in de Dortmund-defensie. Het is een hoekschop van de Argentijn Acuña, dan Nianzou en de andere Argentijn Erik Lamela. Je moet daar eigenlijk altijd voor een tweede Sevillaanse voorsprong van de avond zorgen. Onder snel ritmisch handgeklap van de eigen aanhang. Hazard strak en het hoofd gevonden van Hummels. Die kan die bal niet laag houden. Nog eens een kansje. Eigenlijk in deze tweede helft. José Angel wil aanleggen. Ja, had dat beter niet gedaan. Bellingham tot bij Giovanni Reina.
Reina, knappe actie van de Amerikaan. Nog altijd de Reina. Houdt daar iedereen aan de praat. De voorzet was ook uitstekend. Ja, dit was zo'n schitterende solo-actie van de jonge Amerikaan. Van zo'n esthetisch hoge schoonheid dat hij ook een goal verdiende. Deze highlights werden nu aangeboden door Takeaway.com en PlayStation. Officiële sponsors van de UEFA Champions League.